Oh, dat verhaal moet je weten. Mm-hmm. Ja, god ja. Dat herinner ik me nog heel goed. Toen ik hier kwam, was dit dus leeg. Beneden was leeg. Mm-hmm. En ik mocht dus dan kiezen. Aartje werkte de hele dag. Dat is een harde werker. Ik had altijd zo'n behoefte om naar jullie te blijven kijken. Ja, ik denk dat die vrijheid die jij ons gaf, was zo'n enorm contrast met die ingeslapen jaren 50 mentaliteit. En jij zegt dat het toen begon. Ja. Ik heb op een stoel in een hoekje gezeten en ik zat alleen maar te huilen. Ik wist niet hoe ik het moest oplossen. Maar heeft hij nog iets gedaan? Heeft hij nog geholpen? Nee. Helemaal niet. Zoek het maar uit. Ja, ik vond het een heerlijke tijd. Ja? Maar voor David en Eva lag het allemaal iets complexer, denk ik. Die scheiding. Ja, je doet er als moeder gewoon niet goed aan. Van allemaal zoetje. Geweldig, toch? Kijk, deze foto van jou. Je bent zelf gewoon nog een meisje. Ja, maar je was ook een meisje. Nog altijd een meisje.